Dag allemaal, we zijn er weer bij het verhaal van Polycrates uit Herodotus, zijn historien, nu boek 3, paragraaf 42. Wat was ook weer gebeurd? Hij had die ring weggesmeed, hè, op advies van Amasis, die farao van Egypte, want hij moest wat ongelukkiger worden, want hij had veel te veel mazzel. En dat heeft hij gedaan en toen ging hij naar huis en ging hij zitten treuren om het verlies van zijn mooie zegelring. Ach, wat zielig. Nou, we gaan even kijken wat er dan gebeurt. Had hem in de zee gesmeten en nu komt opeens iets over een vis. Nou, wat zou er zo gebeuren? Spannend. Even kijken. Pemptij de ehektij hemere apotuton tadehoi suneneke genestai. Dit is op dativus. Hè. Op de vijfde of zesde dag apotuton, hè, vanaf die dingen, oftewel daarna. Sun eneke hoi moet je als eerste nemen. Sun eneke is jonisch voor sun enenke. En dat betekent van sum vero, betekent eigenlijk iets als gebeuren. Dus gebeurde het aan hem, overkwam het hem of iets dergelijks. Tade genestai, er komt een ACI achter. Dat er deze dingen, hè, tade is onzijdig meervoud van hodde, hede, todde, weet je wel, hodde. Is dit woord met een dude achter, dat betekent deze, dus in dit geval zelfstandig gebruikt, dus deze dingen, genestai, en dat is natuurlijk ook al iets wat gebeuren, dus overkwam het hem dat deze dingen gebeurden, of zoiets dergelijks. Nou, deze, dan zien het volgende. Wat dan? Aner halieus labon ichthun megante kai kalon exiu min polycratei doron dothenai. Een man, een visser, he, zo kan je het ook vertalen, met twee woorden naast elkaar. Labon, gepakt hebben, de participium thematisch aoris van Lambano. Dus nadat hij gepakt had, had hij, beter gevangen, want dat doen vissers, hè. Nadat hij gevangen had, een vis, ichthun is acties van ichthus. Een vis, groot en mooi, dus een grote en mooie vis. Dat was eigenlijk een bijzondere vis, blijkbaar. Exiu, imperfectum van axio, dat betekent waard. Achten, goed achten. Dus vond hij het goed, vond hij het waard, waardig of iets dergelijks, dat min, dat auton, dat die ichthun, daar verwijst het naar, min is jonisch voor auton, hem, oftewel hier naar asi, hem, min dothenai, accusatief met een infinitivus, dat die, dat hij, dothenai, zijn stam do wijst op didomi geven, the wijst op aoristes, passief. En hier naai wijst dan op de infinitivus. Dus dat die gegeven werd. Passief, aoristus, ja, precies. Doron, predicatief, we vertalen met als. Dus als een geschenk, dit dativus aan Polycrates. Dat hier aan de i, hè. Denk aan de os, i, a, s, on, si, as, uitgang van groep 3. Dus dat die gegeven werd aan Polycrates. Aan de koning natuurlijk. Zo'n mooie grote vis, dan moet hij de koning geven, want hij is de koning waard. Nou. Zo'n soort gedachtegang. Veron de epitas thuras polycratei efe ethelen elthines opzin. Gore santos de hoi tutu elege didouston ichthun. Puntje, puntje, puntje. Goed. Veron de, dus natuurlijk, hè, een soort van bevestigend artikeltje. Veron is dragend of brengend, hè, dus terwijl hij hem bracht, toen hij hem dus bracht, toen hij hem dan meebracht, of je zegt, zo droeg, epi naar, hè, op iets af, hè, met een accusatief erachter, epi met een datief, dat betekent in of voorbij, maar een accusatief richting, dus op de deuren af, naar de deuren, deuren, ja, want het paleis heeft van die dubbele openslaande deuren, hè, naar de deuren, efe, zei hij, Ethelijn te willen, zei hij te willen, zei hij dat hij wilde, hè, zei hij te willen. Elthijn es opzin, Elthijn is een infinitivus ook, hè, zie je ook een einduitgang, maar hoort nu bij het aoristus van ergomai, hè, gaan. Zei hij te willen gaan es opzin, es is ijs, is naar het aanblik. Dus voor het aangezicht van wie dan, dat staat in de dativus, dus voor wie wil hij dan komen, dat is weer Polycrates, de koning. En kan je anders vertalen natuurlijk. Zei hij dat hij een audiëntie wilde hebben voor of met of Polycrates, of bij Polycrates. Dus hij kwam bij die deuren met de vis in zijn hand en toen zei hij dat. Dat is gelijktijdig.
En de moet je naar een komma altijd vertalen. En Gorezan tos tutu. Goreo betekent eigenlijk gaan, maar hier betekent het iets van lukken. He, dat iets lukt, dat iets goed gaat. Goreo, de E wordt E, vanwege de sigma die erachter volgt. Die sigma en de alfa samen zijn van de aoristes. Nu in de tau, die wijzen op de participium. Actief natuurlijk. En os is dan van de genitief. Dus we hebben participium en de aoristes actief van goreo. Iets van lukken, verleden. Maar het is genitief, dus je moet je vertalen met de genitief absolutus. Want er staat ook wel toetoe bij, is ook genitief. Dus samen zijn ze dan de genitief absolutus. En omdat dit aoristes is, doe je het met nadat. Dus en. Nadat, tutu, gaat hier niet over een persoon, maar over een ding, of datgene wat hij wilde, hè. Nadat dat autooi voor hem, of gewoon hem, gelukt was. Dus en nadat dat hem gelukt was, hij kreeg zijn zin, hij mocht op audiëntie komen. Elege, zei die, hè, imperfectum, zei hij, didus, nou dat is onregelmatig natuurlijk, van het werkwoord didomi, die zagen we hier ook al, het stam is do. Die zien we hier ook, do. Die daarbij maakt het presens. Zonder die, het stukje die, is het gewoon aoristes. Maar het heeft een presens reduplicatie, net als ditemi, histemi, hiemi. Didomi heeft ook een presens reduplicatie, zoals het heet. Dus als er die bij staat, kan dat zien dat het presens is, of imperfectum. En dit is een participium daarvan. Dat is een beetje onregelmatig. Zei hij, gevend, terwijl hij gaf... En dan ton ichthun, dus de vis, hè, die staat hier ook al. Terwijl hij de vis gaf, wat zei hij dan? Nou, weet je wat? Het lijkt me goed om dat gewoon lekker tot het volgende filmpje te bewaren. Een beetje een cliffhanger. Tot het volgende filmpje, bye bye.